Pieter Koning, raadslid voor de PWF in Medemblik, maar operationeel specialist bij de politie. De wijkagent die gaat verdwijnen uit het straatbeeld van Nederland. Hoe kan dat? Ja, het is niet alleen, het is niet in heel Nederland. Als ik bijvoorbeeld in Amsterdam kijk, dan zie ik nog echt de wijkagenten in de wijk zitten. Alleen als ik naar Medemblik kijk, daar is het een heel ander verhaal. De wijkagent hoort 80% op straat, er zijn 20% andere taken, dus noodhulp of binnentaken uitvoeren. Alleen je merkt dat het in de regio Horen, waar Medemblik onder valt, dat het anders is. En dat de wijkagent heel veel ingezet wordt voor taken zoals de noodhulp. En ja, daardoor zie je hem niet op straat. Oplossingen? Ja, meer agenten. Ik denk dat daar het grote verhaal begint. Politie horen moeten doen met de agenten die ze hebben. Daar moeten ze zaken mee afhandelen. Daar moeten de wijkagenten ook mee op straat. En daar moeten ze noodhulp mee bedienen. Ja, de noodhulp die krijgen ze waarschijnlijk niet rond. En daardoor worden er wijkagenten ingezet. Ja, en dan verdwijnen de wijkagenten. Ja, want cijfers wijzen uit dat de aanrijdtijden bij calamiteit dat lang zijn. Zeker in West-Friesland. Ja, nou ja, we staan hier voor het voormalige politiebureau in Wognum. Die zijn verdwenen. In Medemblik is het politiebureau verdwenen. En daardoor is het eigenlijk de eerste stap gekomen dat de politie uit de wijken verdwenen is. Het is gecentraliseerd in Horen. En ze moeten vanuit Horen vertrekken. En daardoor zie je denk ik in het dorp minder agenten.